Ik kan het nog steeds niet geloven, boy. Zo'n hoge rekening heb ik net moeten betalen, boy, voor EBS. Sang! Klap, klap. Hey, wie is daar? Klap, klap. Kom door, kom door. Beerman, hoe gaat het? Waar is Jacqueline? Boy, aan het go. Alami is de span. Jacqueline is er niet. Buurvrouw, ik kom net van EBS. Sang! Even je rekening, boy, buurvrouw van Mundisi. Heb je niets? Ik kan je me, jongen. Altijd je op de oplossing, toch? Het is te veel, boy, buurvrouw. Veel, daar heb je veel van. Ik kan sdo. Ik kan leg me uit, alsjeblieft. Jongen, no, het is pang. De probleem, fee. Wat voor advies wil je? Ik kan de jouw middel, toch? Een middel, buurman. Dan moet je minder stroom verbruiken. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Het is niet moeilijk, want ik ben al begonnen met besparen. Je ziet toch? Johan kan poer me uit haar auto, this boy. Hé, hey, want Jacqueline. Weet je wat dat ding is? Onnodige dingen laat ze aan. Ik heb er zoveel keren gezegd dat ik inaf was crossy à la day. Die tv hoeft niet de hele dag aan te zijn. Ik zei toch, heer day is donange weer en feun heer day. Minnesa pego, nou een presane goer, maar hij feun weer. Ik zei toch, dat ding is irriterend. Ja, ja. Mie wijpijing. Ik begrijp u, buurman, ik begrijp u. Maar laten we even kijken welke apparaten u allemaal in huis hebt, welke de meeste elektriciteit gebruiken en hoe lang. Buurvrouw, dat is consormeer, want echt, ik ben al moe. Hé, hey, buurvrouw. Hé, hey, buurman. Kijk, je Luca TV? No. Het is onnodig, Anne, maak het uit. Kijk, je hebt apparaten als, ik zie daar microwave en zo. Die dingen hoef je niet de hele tijd in het stopcontact te laten. Je kan het eruit halen. De ijskast, niet de hele tijd openmaken. Ik zag, je hebt de airco. Ja, ja. Die airco hoef je ook niet de hele tijd aan te laten. Of nou, met deur of raam open. Het gaat veel stroom verbruiken. Mm. En het is beter als je ook ledlampen gebruikt. Bespaar je ook stroom. En... ja, kleren wassen. Je hoeft ook niet elke dag kleren te wassen als je dat doet. Is je? Jacqueline, kleren wassen. Mangen en vast aan dat à la lazy. Ze wil elke dag kleren wassen. Kijk hier. Hey, kijk hier, van EBS kom ik. Jacqueline is niet thuis, maar die tv is aan. Mijn baren hangen aan van airco. Mijn god, die vrouw kan gewoon niet zonder een airco. Terwijl je goed... Moet je eruit leggen toch? Zie je, van? Nee, maar nu... Dus weet wat ik ga doen? Wanneer ze komt, dan ga ik je bellen. Dan ik kan leg je morgen uit. No, echt, je lacht erom, buurvrouw, maar... Dat ding stoort me. Ja, ik kan alleen betalen. Kijk die rekening hier, buurvrouw. Maar dan laten we even kijken naar uw stroomverbruik. Kijk hier. Is het maandverbruik bijvoorbeeld 450 kWh, dan moet u proberen om een streefverbruik voor de maand vast te stellen. Bijvoorbeeld 300 kWh. En dit delen we door 4, zodat u weet hoeveel u per week mag verbruiken. 300 gedeeld door 4 is 75, dus dat betekent dat u per week maximaal 75 kWh mag verbruiken. En daarna gaat u kijken wat uw meterstand is, dus op de dag van de meteropname. Bijvoorbeeld de 15e van de maand moet u uw meterstand noteren. Gebruik is dan 0. En na 1 week bekijkt u weer uw meterstand. Om te weten hoe groot uw verbruik is, trekt u de meterstand van de meteropname dag af van de stand van week 1. En is uw weekverbruik hoger dan uw sfeerverbruik, dan vul je het verschil met rood in. U zult nu dan uw verbruik moeten aanpassen om het streefverbruik te halen. En deze stap herhaalt u in week 2 weer. Maar dan trekt u de stand van week 1 af met week 2. En dat doet u dan weer met week 3 en week 4. Oh, ik begrijp het al. Dus eigenlijk is het elke week je meterstand checken. Dus als ik bijvoorbeeld deze week te veel heb verbruikt, dan kan ik bij die volgende week, de tweede week, kan ik dan minder... Gaan gebruiken, verbruiken, zodat ik mijn streefverbruik kan halen. Yeah.
Als dan makkelijk eigenlijk, het is gewoon naar buiten gaan voordat je weggaat, igua straat of igua roko, kan je naar buiten gaan, je rem naar meter stand, je teken op. Want je kan het ook op je telefoon opslaan. Ja. Even igua memo, je schrijf en drape als je geen pen hebt. Weet je, dan is het makkelijk. Het is makkelijk, dus iedereen in Suriname kan het doen. Hé, hey, maar ik kan het ook zelf doen, weet je wat? Je kan checken op je apparatuur hoeveel stroom ze trekken. Mm-hmm. Ja toch, want daar, die bepaalde zijn in watts, toch? Ja. En de meeste apparaten zijn in watts aangegeven. En bij die airco is het BTU. Dus het is makkelijk om eigenlijk te checken hoeveel ze trekken. Ja, klopt. En dan moet u kijken hoe lang u het apparaat gebruikt. Bijvoorbeeld 2 uren. Dan is het rekensommetje het vermogen maal 2 uren. En zo kan je het verbruik in kilowattuur berekenen. Oh, dus nu pas begrijp ik het. Dus mijn stroomrekening wordt berekend op basis van mijn stroomverbruik. En het is eigenlijk die apparaten die ik heb. Toch? De apparaat Sami Abi. De apparaat Dati. Mijn check Luku. Hoe ik ze gebruik en hoe lang ik ze gebruik. Juist. Op de website van EBS kan je ook een beheerskaart downloaden en printen. En daarop kan je meterstanden noteren en elke week aftrekken. Je kan het makkelijk bijhouden als je gaat op hun site www.npebs.com. Maar volgende week ga ik u wat tips geven hoe u kunt besparen. Oké, is goed. Nee, maar ik weet wat ik nu ga doen. Je ziet Jacqueline, ik ga er tv-tijd op geven. Je lafo. No. Nee, ik voel het. En is haar neefje of me? Mijn god, die jongen, ik ga erop toestaan. Mm-hmm. Dat ik die deur van die ijskast, hij hoeft het niet steeds weer open te maken. Is dat wat je doet? Hij maakt die deur open voor Luku of Afaya Letty. En als die deur dicht is, if Afaya Kiri. Hai baya. Kan je voorstellen, het is alleen maar stroomverbruik toch? Ik snap het, ik snap. No, buurvrouw, ik zeg je heel hartelijk dank. Taki teki ting. Is dat niet toch? Ik zal Jacqueline, je moet echt komen wanneer Jacqueline thuis is. Want wanneer ik die dingen zeg. Mm-hmm. Dat mevrouwtje lang aan me voor. Ja, dat mevrouwtje lang aan me voor. Gooi in de camera. Dus het is misschien beter als jij erbij bent. Okay. Hoor? Is goed, buurman.